Hoofdstuk 4, paragraaf 4, cirkelbewegingen. Dit hoofdstuk begint met drie paragrafen over trillingen. Het heet trillingen en cirkelbewegingen, dus daar gaan we het in deze film over hebben. En cirkelbewegingen komen in de praktijk heel vaak voor, zoals je op deze foto's kan zien. Een draaimolen, een zweefmolen, de malende aarde, scheerapparaat, nog iets uit je kindertijd. En dan een nepfoto. Want het is geen echte foto, die ring die je ziet, die zit diep onder de grond. Maar dan zie je waar die loopt. De deeltjes van het CERN. En een slijptol. Kortom, het gaat om cirkelbewegingen. Daarom moeten we aan gaan rekenen. En het makkelijkste om aan te rekenen zijn eenparige cirkelbewegingen. Eenparig, net als in hoofdstuk 1, betekent een constante snelheid. Dus als je zo een cirkel hebt, een voorwerp wat daarin beweegt, dan is de afgelegde weg in één ronde, nou, dat is de omtrek van de cirkel, hè? S is 2 pi r. De tijd die erover doet, dat is de omloopstijd, hoofdletter t. Hé, dat hadden we ook bij trillingen. En dan krijgen we dat de baansnelheid van een eenparige cirkel, het voorwerp, is gelijk aan 2 pi maal de straal gedeeld door de trillingstijd. Komt deze formule je bekend voor? Ik hoop het wel, want als je die r leest als amplitude, staat er hetzelfde als bij een trillingsbeweging, de maximale snelheid. Nou, wat is nou het verband tussen eenparige cirkelbewegingen en harmonische trillingen? Nou, een harmonische trilling is eigenlijk een eenparige cirkelbeweging waarvan je maar één coördinaat bekijkt. In twee dimensies heb je natuurlijk een x- en een y-coördinaat en ga je alleen naar de x-coördinaat kijken, dus alleen wat die horizontale richting doet, dan is dat precies een eenparige of een harmonische trilling. Er wordt ook wel gezegd dat een harmonische trilling de projectie van een cirkelbeweging is. Dus als je vlak tegen de cirkel aan zou kijken vanaf de zijkant, en dan wat het voorwerp doet, dan zie je een harmonische trilling in plaats van een cirkel. Nou, is er ook nog iets meer? Als je namelijk meerdere cirkelbewegingen wil gaan vergelijken, is het niet alleen handig om de baansnelheid te kijken, maar ook kijken hoe snel die nou eigenlijk een rondje maakt. Dat noemen we de hoeksnelheid. Nou, zoals je weet is één hele ronde is 360 graden. Maar in radialen zeggen we dat is 2 pi radialen. Nou, de tijd die u voor één omloopstijd nodig heeft is nog steeds de hoofdletter t. Dan vinden we dat de hoeksnelheid is de snelheid waarmee een cirkelend voorwerp door de hoeken heen gaat. Gelijk is aan één hele ronde, 2 pi radialen, gedeeld door de omloopstijd. Heeft dat verband met de vorige formule? Ik zou het wel denken, want als je deze, hier zie je dus echt duidelijk een overeenkomst in. Als je namelijk in die formule van de vorige bladzijde, v is 2 pi r gedeeld door t, de r naar de andere kant brengt. Precies. Dan krijg je dus dit. V is omega maal r. Of omega is v gedeeld door r. Nou blijkt dat de radiaal eigenlijk geen eenheid is. De hoeksnelheid geven we wel in radialen per seconde, maar eigenlijk is een radiaal geen eenheid. Oh nee? Wat is dan eigenlijk één radiaal? Nou, daarvoor maken we even een klein zijsprongetje. We gaan even een bladzijtje wiskunde doen. Eén radiaal. Eerst even dus de zijsprong. Ken je deze figuur nog? R, R en R. En allemaal in een driehoek, de gelijkzijdige driehoek. Hoeveel zijn de hoeken van een driehoek bij elkaar ook alweer? 180. En ik heb hier drie dezelfde hoeken. Dus iedere hoek is, bingo, 60 graden. Maar stel je nu eens voor dat deze figuur gemaakt is met twee houten latjes en één touwtje. En in deze figuur zoals die hier staat, staat het touwtje strak. En dan ga je aan het touwtje trekken. Zodanig dat die ene zijde niet meer recht is, maar een cirkelboog. Een deel van een cirkel dus. Nou, je snapt dat als je dat nu het touwtje strak staat en je gaat eraan trekken, dan trek je de hoek die er tegenover staat, die maak je wat kleiner, want je trekt de houtjes naar elkaar toe. Deze figuur. De afstanden zijn nog steeds hetzelfde, maar de buitenste lijn is nou niet recht meer, maar is een deel van een cirkel geworden. Nou, als dit zo is, zo'n taartpunt, zo'n taartpunt waarvan dus de buitenzijde van de taart even gelijk is als de straal van de taart,
dan is deze hoek die nu is aangegeven, dat is 1 radiaal. Nou ja, hoe groot is dan de hoek in radialen? Eigenlijk is dat de hoek uitgedrukt in aantal keren de straal die over de cirkelboog moet lopen. Dus als je die hoek groter of kleiner maakt, dan snap je dat die cirkelboog langer of korter wordt. En dan noemen we de cirkelboog noemen we S en de straal R. Nou, de hoek in radialen is dan gelijk aan de afstand over de cirkelboog gedeeld door de straal. Maar de eenheid van afstand is meter. En de eenheid van straal is meter. Dan staat er meter gedeeld door meter. Oh, en meter gedeeld door meter, dat is niks meer. Juist. Dus hier is aangetoond, de radiaal is geen eenheid. Maar we schrijven hem wel op. Radialen per seconde voor de hoeksnelheid. Dus onthoud maar. Oh, en dan moeten we ook nog even gaan kijken naar krachten bij cirkelbewegingen. Dat kan soms een beetje. Car due to an enormous accident for Jarno Trulli. He's okay and has jumped out of the car, but you can see the track workers clearing it away. And here's a look at what happened. He dropped it on the exit of bridge. He was well through the corner, so and then rolls over the rollover bar, digs into the gravel trap. He was walking away after this incident. We know he's okay. This is a replay. Jarno Trulli then with a sizable accident on the exit of the terrifying bridge corner. But the cars are so good now, they've been taking that full throttle quite comfortably. I asked Mark Webber yesterday when he was doing our lap guide, you know, is it easily full throttle? He said, yeah, even on used tyres, we can get it just through full. So was it a technical problem there, structural problem with Trulli's car? Ja, dat waren wat oude beelden uit de Formule 1. Waarbij toenmalig Formule 1 coureur Jarno Trulli, daar ging het niet helemaal goed mee. Althans, met hem persoonlijk wel, want hij kwam er zonder kleerscheuren vanaf. Maar zijn auto niet helemaal, want zijn auto moest de bocht nemen, maar zijn auto nam de bocht niet. En ja, we hebben iets met krachten, heeft daar iets mee te maken. Maar ja, dat ontbreken van een kracht, dat laten wegvallen van een kracht, kan ook juist iets heel goeds betekenen. Kijk even naar deze video. Kuzmenkova stepping into the ring for her third effort. Too many times she's seen other athletes come up with a great performance only to displace her into second place, so she knows her work is not yet done. And on her third round throw, she improves even further. Second Olympic record of this final, third overall in these games. She has a pioneer in this event. Outstanding technician, which is so typical of the Russians, especially in the throwing events. And the third throw, Kuzmenkova trying to put this competition away. Make it clear. Nou, dat gaat natuurlijk best wel ver. Probeer het maar eens na te doen. Ja, Olga die draait hier een aantal rondjes en laat dan ineens de ketting los. En daar gaat de kogel. En je kan ook nog op andere manieren er gebruik van maken. Probeer maar eens even in te denken dat je hierin zit. It's a great lens. It's moving. It's quite fast. Yeah, it is. That was the guy that's done here. Oh my god! Yeah. It's fast. It's stuck one Still ready. Oh, sorry. Yeah. That's it. I wish you could feel like magnetic forces coming from me. 10 RPM. But this is my guess. Just to see the moment. Thanks, bro. All the spinning crap. I want to see contact again. Yeah. Je zal er maar in zitten. In ieder geval, dat zal je wel moeten als je astronaut wil worden. Nou, wat hebben we in jou gezien? Jarno Trulli, zijn banden. Ja, die gaven niet genoeg kracht op de auto en de auto ging de bocht niet om. Olga liet de ketting los. Geen spankracht meer, kogel gaat er vandoor. Maar zolang ze vasthield, bleef de kogel rondjes draaien. Oh ja, en die astronautentraining, de astronauten zitten in die centrifuge, die zitten met hun rug naar de buitenkant. En dan worden ze door de normaalkracht van hun stoel, worden ze de bocht doorgedrukt. En zodoende kunnen ze kijken hoeveel G ze aan kunnen. Ja, conclusie. Een cirkelbeweging in stand houden betekent dat we een kracht nodig hebben. En dan moeten we eens even gaan rekenen met die kracht. Krachten bij een paar cirkelbeweging.
Wat is de, waar is de kracht die we nodig hebben om in een cirkelbeweging te blijven nou van afhankelijk? Nou, dat blijkt ten eerste de massa van het voorwerp te zijn. En belangrijk is de snelheid van het voorwerp. En de straal van de baan. Nou, dan moeten we even goed gaan nadenken. Hoe zal het zitten met die kracht? Als we een grotere massa gebruiken, hebben we zo'n grotere massa, hebben we daar nou een grotere of een kleinere kracht voor nodig om die in die cirkelbaan te houden? Nou, ik hoop dat je hem aan voelt komen. Een grotere massa betekent dat je meer kracht nodig hebt. En als je een voorwerp met een hogere snelheid in de cirkelbaan wil houden, dan zul je ook meer kracht nodig hebben. Maar de straal van de baan werkt juist het tegenovergestelde. Een straal van de baan, een baan met een kleine straal, dat noemen we een scherpe bocht, of een straal van een, met een grote R, dat noemen we een flauwe bocht. Denk even in, waar heb je meer moeite om op je fiets te blijven? Een flauwe bocht of een scherpe bocht? Dat is de scherpe bocht. Dus juist hoe kleiner de straal van de baan, hoe groter de kracht. Nou, dat vatten we samen in de formule voor de middelpuntzoekende kracht. Ook wel centripetale kracht genoemd. En die FMPZ die is gelijk aan de massa van het draaiende voorwerp, maal de baansnelheid in het kwadraat, gedeeld door de straal van de baan. Let op dat kwadraatje, die wordt vaak vergeten. Heel belangrijk is op te merken, dit is de kracht die nodig is om in een cirkelbeweging te blijven. Het is dus niet noodzakelijk de kracht die op het voorwerp werkt. Je weet alleen, als het voorwerp in de cirkelbeweging blijft, dan is de totale kracht op het voorwerp gelijk aan de formule die hier staat. Het is dus de kracht die nodig is om. Dan is de FMPZ een resulterende kracht, geen reële kracht. Hij mag dus niet bijgevoegd worden in ons rijtje van zwaartekracht, normale kracht, spankracht, veerkracht, spierkracht enzovoort. Het is een resulterende kracht. Hij wordt dus opgebouwd uit meerdere reële krachten. Daar moet je dus heel goed op letten. De FMPZ is geen echte kracht, het is een resulterende kracht. Je moet altijd zoeken naar welke krachten werken er nou echt op het voorwerp. Oh, wacht eens even. Daar is iets mee aan de hand. We hebben de FMPZ is een resulterende kracht. En die is niet gelijk aan 0, want als die gelijk aan 0 is, blijft het voorwerp niet in zijn cirkelbeweging. Dus we hebben een resulterende kracht. Naar de tweede wet van Newton, we hebben een resulterende kracht. We hebben de massa, uiteraard hebben we massa, want als er geen massa is, is er geen voorwerp. F is MLA, F res is MLA, FMPZ is MLA. FMPZ is niet 0, M is niet 0, dus A ook niet gelijk aan 0. Dus we hebben een versnelling. Maar, wacht even, een versnelling, maar we hebben een eenparige cirkelbeweging. En eenparig betekent toch constante snelheid? Hoe zit dat? Even goed nadenken. Paragraaf 3.3, daar hebben we het zien gedaan hoe het, wat er aan de hand was als de resulterende kracht en de snelheid niet dezelfde richting hebben. Maar bijvoorbeeld 90 graden op elkaar. Dan verandert de snelheid niet van grootte, maar wel van richting. Dus de FMPZ zorgt voortdurend voor een verandering van richting. En dat is in vectorzin gesproken ook nog steeds een versnelling. Dus jawel, ook hiermee is een versnelling aanwezig. Tja, hopelijk heb je alles van de cirkelbeweging nu begrepen. En dat betekent dat je er flink mee moet gaan oefenen.